In deze film ga ik de huid verzachten van een model. Op het eerste gezicht lijkt het vanaf een afstand allemaal best mee te vallen, maar als je inzoomt, dan zie je dat er toch nog wel gewoon wat verzachting plaats zou mogen vinden. En dat gaan we doen met het aanpassingspenseel. En dat vind je onder de sneltoets K of je vindt het hierboven, gewoon deze toverstaf. En als je erop klikt, dan krijg je het volgende menu. Nou, een huidverzachte, dat doe je met de helderheid in feite. En er is ook een kleine voorinstelling. Als je hier bijvoorbeeld op het woord belichting klikt of op de pijltjes, dan krijg je een drop-down menu en je ziet daar ook huidverzachte. En de instellingen voor het penseel worden dan al meteen gedaan. Je ziet dat de helderheid op min 100 staat en ook de verscherping, de scherpte, staat op 25. In feite zou je nu aan de slag kunnen. Ga je boven de foto staan, dan zie je dat je uh, een apart penseel krijgt. En als je nu gaat verven, dan zie je wat er gebeurt. Hier ga ik dadelijk het effect toepassen. Laat ik eerst even een klein beetje stilstaan bij dit penseel. Je ziet waar ik geschilderd heb. Daar is het rood. Druk je op de O. Dan is dat weg, maar dan zie je waar je effect toegepast wordt. En druk je weer op de O, dan zie je het. Zie jij nou geen rode kleur, of heb je heel veel rood in je foto en wordt dit vervelend om te zien, dan kun je ook nog Shift-O gebruiken om die kleur te veranderen. Je kunt naar groen, naar wit, naar zwart of weer terug naar rood. En je kunt het ook hieronder eventueel aanvinken of uitvinken. En de bedoeling is dus dat we de huid van ons model op deze manier gaan selecteren. En dat doe je met het penseel. Het penseel dat kun je qua grootte veranderen met de haakjestoetsen. Je kunt het kleiner maken. En je kunt het ook groter maken met het andere haakjestoets. Of je kunt hieronder bij grootte gaan staan en dan gewoon de aanpassing maken. Nou, je ziet dat mijn penseel bestaat uit een witte cirkel en uit een grijze cirkel. En deze grijze cirkel is eigenlijk het verloop naar buiten. En dat controleer je met de doezelaar. Heb je hem helemaal open staan, dan heb je een hele zachte kwast. En zet je hem dicht, dan krijg je een hele harde kwast. Ik zal het een klein stukje demonstreren hier op het voorhoofd. Je ziet, dit is een harde kwast. En als ik de doezelaar helemaal open zet, dan zie je dat ik een hele mooie zachte kwast krijg. En eventueel kun je hier ook nog op wissen klikken. Mocht je dingen gedaan hebben die te ver gaan. En dan kun je weer dingen deselecteren. Nou, zo werkt dat met de kwast. En in principe moet ik dus gewoon keurig over de huid heen gaan. Nu heeft Lightroom daar een kleine hulp bij. Automatisch maskeren heet dat. Ik ga een klein beetje naar beneden scrollen hoor. En automatisch maskeren. Dat houdt in dat als ik bijvoorbeeld hier bij het voorhoofd bezig ben. dat hij eigenlijk gewoon netjes naast het voorhoofd stopt. Zet je het uit. en ga ik hier op de neus verder. dan zie je dat er ook gewoon. ...ja, een beetje haar in de achtergrond meegepakt wordt. En dat is niet echt de bedoeling. Laat dit in eerste instantie dus gewoon aanstaan. Nou, het is even wat werk om alles te selecteren, maar goed, het hoort er nou eenmaal bij. Dus je gaat gewoon heel netjes aan het kwasten. En ga je nou te ver, zoals ik hier even heel expres doe, niet druk over maken. Met de optie Wissen kun je dat gewoon weer netjes weghalen. Krijg je het nou niet helemaal weg, dan kun je eventueel automatisch Maskeren uitzetten... En dan is de selectie iets rigoureuzer. En zo ga je dus even alle dingen af in de foto waar je huid vindt. Ik zal het je besparen. Ik ga gewoon even versneld door dit alles heen. Want anders is het ook gewoon niet leuk om te zien. Ik bedoel, hoe ik een selectie maak. Ja, met alle respect, daar zit jij waarschijnlijk niet op te wachten. Goed, volgens mij heb ik nu wel alle huid gehad. En inderdaad, je ziet dat het allemaal gewoon mooi rood is. Klik ik nu op de O, dan is mijn, mijn masker is zeg maar weg waar ik geschilderd heb, maar het effect is wel toegepast. Zoom ik bijvoorbeeld weer in op gezicht, dan zie je dat het gewoon zachter is. Dit is de before. En dit is met toepassing van het filter. En vind je het nu te erg, dan kun je gewoon de helderheidsluider een klein beetje naar rechts trekken om het effect minder te maken. En eventueel de scherpte een klein beetje terug. En daarmee kun je het een klein beetje aanpassen naar je eigen smaak. Dus dit is de before en dit is de after. Eventueel kun je het aanpassingsperceel nog een keer toepassen. Uh, door bijvoorbeeld opnieuw te klikken. En bijvoorbeeld een klein beetje met doordrukken en tegenhouden te werken. Daar heb ik volgens mij ook al een keer een filmpje over gemaakt. De link vind je hierboven. En zo kun je eventueel ook nog gewoon bepaalde accenten uh, opnieuw ja, toepassen. Of er de, de nadruk op leggen. En zo kun je dus aan de slag met je foto. En kun je dus ook gewoon in Lightroom dingen doen. die je eigenlijk normaal gesproken uh, makkelijker in Photoshop doet. En is het toch gewoon stiekem best een, een, een heel krachtig programma. Vooralsnog in ieder geval weer bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!